Heyo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik er oftewel werd. En vandaag zijn we in de Minecraft survival wereld en ik ben hier weer met Rune. Hallo. En ik heb best veel offline gedaan. Ik heb een gat ook gemaakt. Zonder mij, hè? Kijkers ook zonder mij. Ja, we hebben dus nu geen proof of dat ik het in creative gedaan. Oké, jawel. Kijk, zie je daar... Zie je daar tekst van boven van dingen staan hier aan? Nee, hè? Dacht ik al. Ik heb alles in survival gedaan. Kijk, hier heb je een heel diep gat en dan gaan we eventjes naar de mijn. Ik heb dit ook al helemaal mooi aangekleed. Niet helemaal natuurlijk, maar al een stukje mooi aangekleed. En hier heb ik het ook al een klein beetje mooi aangekleed. En ik heb dit allemaal helemaal verder gegraven. En die komen samen uit op één punt als hier helemaal naar beneden gaat. Op dit punt, en dan kan je zo naar beide kanten gaan. En dan wil ik aan deze kant wil ik mijn enchantment dingen maken. En aan deze kant wil ik mijn nether dingen maken. En als ik hier een beetje verder loop, dan heb ik hier een heel mooi gatje gemaakt. Dat zich verbindt met dat gatje daarboven. En hier wil ik uiteindelijk de beacon maken. Maar daarvoor moeten we natuurlijk de wither verslaan. Ja, dus dat is nog niet voor wacht, nu. even. Volgens mij is het ook wel een slecht idee om een beacon onder de grond te zetten, want... De hele bedoeling van een beacon is net dat u die boost geeft. Ja, maar als je daar haste op zet en je hebt hier ergens een mijn, dan is dat handig. Dus ik ga nu hier een beetje uitgraven, puur voor gewoon mijn nether portal te kunnen zetten. Mijn portal room, want zoals jullie zien heb ik ook al 14 obsidian in mijn zak, want ik heb veel obsidian, dus ik ga een volledige dingen maken. En ja, dat is gewoon cool. En vertel over Bert, Mart. Vertel over Bert. Ja, ik heb Bert gemax upgrade, dus nu kunnen we met Bert een diamond sword met, ik denk, Smite 2 op kunnen we kopen voor echt gewoon. Dat is echt hilarisch eigenlijk. We kunnen een diamond sword met Smite 2 op kunnen we kopen voor, eventjes kijken, voor exact 23 diamond emeralds. Een diamond sword met Smite 2 plus 7 tank damage. En als hier een beetje terug gaat, kan je een bel kopen voor 36 diamonds. Wat? Ja. Oké, 13 diamonds meer voor... iets niet zo heel nuttig, vind ik persoonlijk. Maar ik ga dan nu een beetje graven. En dan zie ik jullie terug als ik een goed groot gaatje heb gegraven. Dus tot dan. Dit gaat trouwens ook nog allemaal mooi aangekleed worden. Naar de mijn toe ga ik het iets minder aankleden, want dat is gewoon... Ja. Maar hier allemaal wel, want dit is natuurlijk eigenlijk gewoon de basis zelf. De mijn is zo meer iets apart, maar dit is wel gewoon allemaal de basis zelf. Dus ja, hier ga ik wel meer mooi maken. Dus dan ga ik nu een beetje graven. Tot ik klaar ben. Tot dan. Ja. Het is uitgegraven en de dingen is al geplaatst. Het gaat natuurlijk nog veel mooier gemaakt worden, maar let's go. Ik heb ook zo het uitige dingen gemaakt, puur voor te laten zien van wajo, ik ben echt fucking rijk. Ik heb 4 obsidian meer gebruikt, wajo. En Ruin heeft ondertussen ook een diamond sword gemaakt. Met de diamonds die we gisteren hebben gepakt. Zet je zeker dat je zo gaat, Bart? Ja, tuurlijk. Terrein opbouwen. Oh, we zijn nog altijd bij mijn oude plaats. Fuck. Dat was echt een kut plaats. Oké, dan wil ik gewoon naar beneden. Oh, kak. Dit is echt een kut plaats. Dat was ik vergeten. We hebben hier een bastion. Laten we naar de bastion gaan dan. Pas op voor de ghasts. Wacht even, hè. Maar bruh, dit is letterlijk zo'n hangend vlak gewoon. Ik ga gewoon hier aan minen. Er zijn echt veel ghasts hier, hè. Dat is niet zo nice. Ik heb daar een bot mee. Kak. Je bent Robin Hood. Ik heb ook een boog bij. Ga ik gewoon. Oh, maar dit is niet leuk.
Ik wil niet omhoog gaan, ik wil vooral naar beneden gaan. Maar ik vind die niet, ik zie die niet. Je ik ben aan te het mijn. Ja. Ja, ja, ik ben... is dood, wacht. Ik ben nu even uncrouched, maar ik vind het hier eng. Kijk, zie ik. Kom hier mee. Heb jij nog altijd flint en steel? Ja, ik heb nog altijd flint en steel. Okay. Oké, maar volg mij. Wacht even, daar is nog een ghast. Ja, maar die ghast die boeien niet, die doen niks als je hier aan het mijnen zit. Oh man, ik ken mij, ik ga ieder moment uitvallen. Oké, ik ga dat gewoon zo laten. Doe niet zo, ook op zoek gaan naar de keikoele oors of zo. Oh, maar dit is echt eng. Ik wil naar beneden. Maar je kunt hier ook gewoon echt niks. Oké, okay, nu gaat het terug een beetje. Oké, okay, gewoon blijven minen. Oké, okay, Nina daar. Yo, wat is dat met die wifi? Yo, die glitch helemaal. Ah, ik sta in brand. Not good. Kast van ons aan, wat? Ik heb geen last. Oh, maar kak, ik vind het niet leuk. Zo. Oh, ik vind dat geluid echt niet leuk. En waarom laat je overal die gaten, wat? Kasten kunnen daar echt niet doorschieten of zo. Oeh, ik heb hier al goud, nethergoud. Ik krijg daar wel maar nuggets van, maar... Oei, kak. Mijn pickaxe is kapot. Shit. Heb je nog één mee? Nee. En ik heb ook maar één stenen houweel mee dat echt gewoon bijna helemaal kapot is. Een gouden zwaard, maar een stenen houweel, oké. Okay. Een diamond zwaard, maar een stenen houweel, oké. Okay. Ja, man. En ik ga terug naar de overworld. Oh, ik moet dit echt fixen, want dit is echt heel eng. Oh god, die kast is echt... En die gaan zo ook zo de hele tijd in stukjes. Dus er is iets mis met de wifi. En ik vind dat echt niet leuk. Want dan weet ik nooit dat hij niet op mijn site moet. Bruh. Ik ben bij de oude basis terug. Ah, shit. Maar ook gewoon misschien moet je op die middelpoort al even destroyen. Ja, wat ik zie jou zo niet pikken. Maar kan ik daar gewoon tegen slagen of moet ik echt gewoon een obsidian blok kapot maken? Nee, normaal gezien als je daar tegen slaat, lukt dat ook wel. Ja, wanneer staat het vol zonder die pigments? Mag je het vertrouwen? Ja, why not? Wacht, kijk, want... Okay, kijk, ik ga hier een beetje soul sand hakken, man. Ah, oké. Okay. Hier is wel een veilig stukje. Ik had die andere dingen vanuit de nether moeten kapotmaken, dan had ik nu... een betere plaats, maar dan had ik ook niet terug kunnen komen. Hoeveel soulcent moet ik meepakken? Ik weet niet, ik heb geen soulcent nodig. Maar jawel, over de widder en zo. Ja, maar de widder, eerst moeten we wel andere dingen doen, hè. Oké, ik ga nu naar huis lopen als ik thuis ben en ik heb een pickaxe en ik ben... Allee, als ik terug in de nether ben bij Rune en ik heb een pickaxe, dan zien jullie mij weer terug. Ja, heel leuke adventure weer dit. Godverdomme. Ik ben terug bij het huisje en ik kom eigenlijk net terug van mijn tweede keer in de nether, zoals jullie aan mijn inventory zien. Ik heb een klein beetje gegraven tot waar ongeveer deze dingen staat. Dus ik ga nu een beetje obsidian van hier pakken. Ik ga deze keer wel maar 10 pakken, denk ik. Oh, dat is... Oké. Zo. Bam. En dan ga ik ook een chest... Heb ik nog een chest vrij? Oké, die is vrij.
Ga ik hier allemaal overige dingen in doen. Dit ga ik gewoon laten. Die gold nuggets kan ik daar wel in doen. Flint en steel heb ik sowieso nog nodig. Dus dan gaan we denk ik terug naar de nether. Nu voor een andere nether portal te maken. En ik heb ook ongeveer... Ik ga proberen de precieze locatie, want... ja, de ongevere locatie, ja, dat is gewoon een beetje, ja, ik weet niet. Oh, waarom zit hier een slime? Omdat we hier onder de grond zitten. Slimes. Oké, zo. Laat die maar leven. Ja, nee, is een irritant. Verspil je wapen daar niet aan, echt. Zo. En oké, dit is min 34, min 7, 4, 6, 34, 8, 7. Dat ga ik inderdaad eventjes opschrijven, zodat ik de goede locatie kan vinden. Nee, wacht, oh, ik dacht zo al naar daar te gaan, maar ik heb nog een diamond pickaxe nodig, want net toen dat ik terug wou gaan, ik had al een klein beetje een gangetje gegraven, maar net toen dat ik terug wou gaan, heb ik ancient debris gevonden. Dus daar ga ik minen met mijn diamond pickaxe. Want, en ik heb er ook een mee voor de zekerheid. Want dat kan je niet met een iron pickaxe. Ja, dat is wat ik wou zeggen eigenlijk. Dus we gaan nu gewoon eventjes naar de plek waar de, deze dingen moeten komen. Deze nether portal moet komen. En ja, dan gaan we hopelijk heel lucky zijn. Dus tot dan. Terug en we zijn terug onderweg naar de coördinaten en hier op het einde zit Asian Debris ergens in de zijkant. Kijk hier. Eerste stukje Asian Debris. Klokkenstukje. Zo, hieronder is er ook een. Die mag jij hakken. Ik zal weggaan voor hem niet op te pakken. Oké, zo. En daarmee kunnen we dan netherite maken uiteindelijk. We moeten wel twee naar de zijkant. Oh, fuck. Wat? Was daar een glas of zo? Ah, lava. Oké, hier is geen lava. Oké, we moeten nog eentje naar die kant. Zo. En dan moeten we zelfs ook nog een klein beetje naar beneden. Ik ben iets te hoog gegaan. Oh, fuck. Gravel. Kan ik hier rondgaan? Oké. Oh. Het is niet veel. Dit is het. Dit is twee laagjes. Zo. Dit ziet er een leuker plekje uit als dat ander. We moeten wel nog echt gewoon 200 blokken of zo die richting uit. Shit, ik heb geen blokken. Ik ga nu cobblestone gebruiken. Daaruit had ik heel veel netherrack gebruikt. Maar netherrack kunnen die ghasts kapot maken. Dus ik ga nu cobblestone gebruiken. En jullie zien ons dan terug wanneer we op de plaats dit zijn waar dat we de obsidian moeten plaatsen. Dus ja, tot dan. Oh wacht, was er niet zoiets van een nether van één blok is acht blokken of zo? Ja, normaal wel, maar alleen ik denk als onze coördinaten worden laten zien en dat is onze coördinaten, dan zouden wij normaal gezien, ja. Shit. Oké, en go. Zijn er bijna waard? Yes. Iron pickaxe heeft tot nu toe overleefd. Oké, 8, 6, nog een paar blokken. 10 van mijn positie. Oh, meent hij dat nu? Echt gewoon op 8, 6 volgens mij. Mhm.
Misschien moeten we hier dan zo'n ruimte echt gewoon helemaal inmaken of zo. Ja. Oké, 8, 6 is deze blok. Wacht, ik even hier helemaal de grond maken. Dus, het is 4, 6 en 8, 6. Ik weet niet, ik Ja, denk ik was dus zo, niet hè. aan. Zo. Bam, bam. Ik denk dat die richting niet zoveel uitmaakt. Kak, oké, deze moet hoger. Ik hoor ook zo die kast in de buurt. Echt Oké, goed, zo. hè. Oké, eentje te weinig. Zo. Go! Zo. Is zien wat. Let's go. Misschien hebben we een hele grote fout gemaakt en zitten we nu duizenden blokken van onze basis. Out of nowhere gewoon. Of spannen gewoon zo in uw huis. We zijn in the middle of nowhere. Hé, hey, er is wel een mooie ijsbouw in. Fuck, min 5000. Ik zei het u, één blok is acht blokken. Daar is wel gewoon onder water gelaten daar. Fuck. Wacht, als we teruggaan, dan zijn we terug gewoon. Dan kunnen we gewoon teruggaan. Ja. Ik ben terug weg. Zo, je kunt niet weg op dat soul scent ineens. Au. Sterf. Kan niet bewegen. Waarom moet hij mij hebben? Jij zit hem te slaan. Ja, tuurlijk. Maar het is niet omdat ik hem slaag dat ik een pester ben. Why, joh. Nee, dan kun je ook een martelaar zijn. Oké, okay, snap ik. Dat kan ook, inderdaad. Ja. Shit, man. We gaan wel een stukje hoger. En ik zag er dan net twee gas. Oh, ik heb ook geen blokken meer. Ik heb even nog wat blokken minen. Oh man, die ghost staat er echt gewoon. Min 88. We gaan in min. Ik ga denk ik niet genoeg blokken hebben. Shit. Min 33. We gaan voorbij de Bastion. Oké. Okay. Zeg dag aan maar... de Bastion. Dag Bastion. Ja, kunnen we niet even naar binnen gaan? Nee, dat is heel gevaarlijk. Ja, dat zie ik ook wel. Ik zie er meteen een gastje dat mij waarschijnlijk moet gaan neerknallen. Shit, die heeft de crossbow en ik heb geen goud. Die zien nu niet, die zijn blind. Ik heb geen blokken meer, by the way. Oké. Okay. Snel! Oh, ik ga hier vallen, ik voel het al. Waar is die ghast? Ik zag die serieus net onder ons. Ja, die is gedespawned, denk ik. Ik kreeg niet genoeg aandacht, of wat? Naar boven is een dingen. Ik had die zijn aandacht. Ah, shit. Hij is boos. Kom dan, hoer. Hey! Gaan we naar boven? Hey, I just met you. This is crazy. Here's my number. And call me baby. Kijk, ik zou de hele tijd met zijn mond open. Ah. Dat is een beetje debiele. Echt wel. Yo, dat is echt goed om te levelen. Ja.
Veel Ik ben moeten zo echt, meteen. ik denk, 3 levels of zo aan een paar veens van dit. Dus ja, dat is inderdaad wel echt goed. Misschien moeten we ook even terug naar de bovenwereld gaan. Ja, dat gaan we zo meteen doen. In de goede oude portal die naar mijn basis gaat leiden. Shit! Ik hoor een ghast schreeuwen. Kok, maar oké, ze lijkt geïnteresseerd. Auw. Goh, dat was heel gevaarlijk. Kom hier, waarvoor heb ik dit gebouwd? Sterf. Very nice. Is er nog een, Bart? Ja, daar. Dood. Oké. Oeh, dit is eng. Ik heb ook een paar blokken. Ik heb meer dan een stick. Oké. Ik hoor een ding dingen. Ik zie een chest. Rune, ik zie een Oh, ik chest. ook. Daar moeten we heen, Bart. Nee. Nee? Oké. Eerst goud voor u fixen. Ik hoor nog een gast, hè. Oh joh, er heeft gewoon een guy full golden armor. Wajo. Oh, ik weet het, de Ender Dragon. Niks kon die. Die ging gewoon recht door blokken heen. Dat was echt grappig. What are you doing? Ah, moet hier de portal komen. Yep. Oh wow. Okay, let's Get in there, go. please. Waard, maak er wel alsjeblieft een beetje af. Ziet er echt Maar ik lelijk heb geen uit. dingen meer. En ik ben. Ja, ik ben er. Yes. Ja. Yes. Oké, ik kom ook. En Oh beter yeah. als ik nu terug ga, ik ga in die portal. Ik kan niet bewegen. Jawel. Ah, En kijk waar eens ben ik, en aan. waar ben ik, en waar ben ik? Building terrain. Duurt 3 jaar. Yes. Ja. Yes! We hebben het Ja. gedaan! Ja. Holy shit! Ah, godverdomme. Bart, laten we nu alsjeblieft gaan slapen of zo. In de afgelopen clip, ja, wij zijn zo'n 800-tal blokken gelopen om dan erachter te komen dat het toch waar is dat 8 blokken in de Nether 1 blok is in de overworld. Dus met andere woorden, waren wij in the middle of Omgekeerd. nowhere en zijn we Omgekeerd. teruggegaan, hebben de portal omgehakt en zijn we terug op avontuur gegaan en hebben we berekend waar precies de echte portal moest zijn voor met En die het was acht gewoon blokken dan. juist. En ja, we waren er perfect op natuurlijk. Hier kunnen we Wij nu zijn door echt de gewoon portal Einstein gaan. Genius. We En gaan eens kijken. Je gaat zo zien dat een of andere gast alles gaat verpesten. ja, alles is wel gebouwd uit die netherrack. Dus ja, oké. Dit moeten we wel Oh, een ik beetje ging nu mooier binnen. bouwen. Maar voor nu is er iets, zeg maar. Dus we moeten dit ding ook wel eens raiden. Maar niet nu. Nu wil ik echt gewoon terug naar Ja, huis. ik ook. Ik wil even alles wegsteken. Dus. En we hebben gouden armen nodig. Allee, ik Ja, heb gouden ik heb armen nodig. gouden armor, maar ja.
Bedankt voor het kijken naar dit avontuur in de Nether. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik vond het, mijn mening is erover verdeeld. Ik vond dit fucking grappig. Ja. En spannend. Ja. Het was echt... dit heb ik nog niet laten zien in de video. Ik heb mijn dingen hier een klein beetje aangepast. Ik heb wat dingen neergezet. Het is een beetje voller nu. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Ik vond hem zelf een beetje, ja. Tot de volgende video. Wacht, ik wil ook even een zwaard in mijn hoofd steken. Zo. Oh yeah, oh yeah. Yeah. Tot de volgende video. Maar